Wat doen deze linten nou weer bij Alex? Wat is hij van plan nou weer hier om te doen? Wil hij dit boom weghalen of zo? Waar is hij ook? Alex! Alex! Huh? Ja, hallo, ik ben hier boven! Wat doe jij nou weer boven in dat boom? Ik kom al naar beneden! Ah! Oh, kijk uit! Kijk uit! Oh mijn god! Gaat het? Gaat goed. Ik ben professioneel bomenklimmer, zoals je misschien al had gezien. Nee, ik ben deze boom aan het weghalen. Ik wil hier wat nieuws bouwen. Ja, dat zie ik. Wat wil je bouwen hier? Wat ben je van plan? Nou, wat ik van plan ben, is om mijn eigen supermarkt te openen. Oh, maar dat is wel heel handig, want ik heb echt extreem veel honger. Ik heb echt zoveel honger, Alex. Ja, dat snap ik ook wel. We wonen op een eiland en er is letterlijk bijna geen eten. Dus wat mijn plan is om eten te gaan verbouwen, het te verkopen in mijn supermarkt en mega rijk te worden. Ik bedoel, de mensen te helpen op het eiland. Ah ja. Zoals jij. Ja. Oké, ja. Maar door mij word je dan rijk, hè? Want ik betaal je. Ligt eraan of ik marshmallows ga verkopen. Als ik die weet te verkopen, dan word ik sowieso rijk. Ja, ik vind marshmallows nou niet echt bepaald lekker. Ik kwam eigenlijk kijken... Weet jij waar de marshmallows groeien aan de marshmallowboom? Een marshmallow... Er bestaan geen marshmallowbomen, Alex. Vrouw, hoe komen marshmallows dan in de wereld? Alles komt toch van een boom? Je hebt een pruinenboom, een kattenboom, een marshmallowboom. Nee, je hebt geen marshmallowboom. Dat is... Nee. Maar wel een kattenboom. Een wat voor boom? Een kattenboom. Een kattenboom. Hoe kom jij op een kattenboom? Waar komen katten anders vandaan? Wat? Nou, gewoon... Geboorte? Dat komt niet uit een boom? Hoe Tuurlijk kom je daar nou bij? Uit een boom. Hoezo moet de brandweer ze dan altijd redden? Oh, jongen. Nee, ze houden van bomen. Ze komen niet uit bomen. Ze zijn niet gegroeid uit bomen. Hoe komt de kat dan in de boom? Als de brandweer ze uit de boom moet halen, Santino. Leg uit. Ze klimmen in een boom, Alex. Ze worden niet geboren uit een boom. Santino, katten worden wel geboren uit een boom. Wil je nog andere dingen gaan vertellen aan mij of mij wijs proberen te maken? Want je liegt waar je bij staat. Ik zie je neus letterlijk gloeien. Weet je, laat maar Alex, laat maar. Ik denk dat het eiland een beetje naar je hoofd gestegen is. Heb je toevallig wat te eten of zo? Ik verga echt van de honger. Ja, over dat eten gesproken. De supermarkt is nog niet af, dus nee. Oh, je hebt nu niet toevallig... Waarom eet je dan een meloen recht voor mijn gezicht? Mag ik alsjeblieft een meloen? Dat is mijn meloen. Je deelt niet eens een meloen? Ik heb wel wat weed waar je op kan kauwen. Ik heb jou 8 broodjes gegeven. Altijd. Zeg eens meh. Nee, ik ga niet voor jou meh. Zeg eens meh. Dan ben je dan kan je het eten. Rustig aan, hè. Rustig aan, Alex. Je hoeft niet meteen je stem te verheffen. Ik vroeg alleen om een broodje. Ik heb jou 5 broodjes gegeven vorige keer. Oké, Santino. Ik kan wel kijken of ik een broodje heb. Oh, dat zou wel fijn zijn inderdaad, ja. Ik heb geen broodje. Ja, maar je hebt daar allemaal weed. Ik ga gewoon wietpij pakken. Nee, jawel. Dat is stelen, hè? Auw, dat is niet stelen. Ik leen het. Koppelen naar je eigen huis. Ja, weet je, laat ook maar. Ik zorg wel voor mijn eigen eten. Neem een farm. Je maakt alles kapot hier zo. Het is alleen maar fout als jij hier bent. Ga huilen, Alex. Boem, boem. Veel plezier met je winkel. Dat is zo gemeen. Ja, het is toch echt ongelooflijk. Alex wil niet eens wat eten met me delen. Ik heb hem de vorige keer gewoon 5 broodjes gegeven en dat vergeet hij helemaal. Nou, lekker weer. Weet je wat? Ik heb genoeg wiet van hem meegenomen om 2 broodjes te maken. Nou, laten we dan even snel 2 broodjes maken, want ik verga van de honger. Hij gaat dus een supermarkt maken. Dat vind ik wel best, want dan kan ik tenminste eten kopen. Ik hoop dat hij echt heel erg veel eten over heeft namelijk. Want om heel eerlijk te zijn, mijn farm is niet echt heel erg groot om nou heel erg veel broodjes te gaan verbouwen. Ik denk dat wij ook namelijk een heel erg grote farm moeten gaan bouwen. Eén ding weet ik wel zeker, ik ga zeker niet een supermarkt maken. Wacht, ik ga even naar Koning Panda om te vragen of alles goed is gegaan. Koning Panda, hallo. Mocht er inderdaad een supermarkt komen, ik denk niet dat hij een vergunning heeft ervoor. Oh, het lijkt erop dat het wel mag. Oké, nou, weet je, geniet lekker van uw bamboe. Het zal wel. Trouwens, let even op Alex, want Alex deed een beetje vervelen tegen mij. En ik kreeg helemaal geen broodjes, terwijl ik hem wel broodjes heb gegeven. Dus dat zou wel heel erg fijn zijn als hij dat ook gewoon bij mij doet. Oké, nou, fijne dag nog, mijn heer. Oké, eens even kijken. Wat gaan wij vandaag doen? Hey, huh? Ik zie daar een koe. Wacht eens even. Sinds wanneer zijn er koeien op dit eiland? Ik heb nog geen 1 koe gezien en er staan hier in 1 keer 2 koeien. Oh, dat gaan wij doen. Wij gaan een huisdier zoeken. Ja, we gaan een huisdier zoeken. Ik ben namelijk mijn papegaai kwijt. Vraag me niet hoe. Ik heb hem heus niet geslagen of zo. En een papegaai is gewoon veel te zwak om te hebben. Al helemaal als ik bezig ben met een bijl. Dus ik ga een koe. Ik wil een koe als huisdier. Dat gaan we zeker doen. Oh, een zombie die in de fik staat. Dat is niet heel erg handig. Maar we moeten natuurlijk wel eventjes die koe gaan lokken. Plus, ik wil het een naam geven. En daarvoor heb ik een name tag nodig. En die name tag, die kunnen we vissen in principe. Dus we gaan denk ik vandaag ook een beetje vissen. Ik heb niet heel erg veel namelijk op de planning staan. Ik heb niet namelijk heel veel op de planning staan. Behalve dan naar de opening van de supermarkt van Alex, denk ik. We kunnen ook wel even kijken of we de farm een klein beetje kunnen uitbreiden. En of we wat ruimte kunnen maken voor mijn nieuwe huis. Want ik kan wel in mijn bunker blijven. Alleen, Alex gaat op een gegeven moment achterkomen dat ik die bunker heb waarschijnlijk als hij een keertje langskomt. En die bunker, die is vol... volledig geheim. Daar heb ik natuurlijk ook mijn gouden appeltjes verstopt. Ik ga daar ook trouwens mijn diamonds en goud neerzetten. Dat is misschien wel een goeie. Zo, en dit is dan alleen maar van mij. Ik ga niet meer delen met Alex. Ik ga, weet je wat? Ik ga gewoon zijn hele... Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon zijn hele voorraad opkopen. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga zijn hele voorraad opkopen. Ik heb toch genoeg iron. En het lijkt mij niet dat ik opeens een diamond moet gaan betalen voor een beetje wheat. Dat zou echt raar zijn. Even kijken, dan hebben we hier iron. Iron, mooi. 30 iron. Zo, ik wist niet dat ik zoveel had. Even kijken. Dan nemen we dit mee. Dan doen we het iron hierin. En goud hierin. En de diamonds hierin. Helemaal geweldig. En... Oh ja, ik wil misschien ook nog eventjes wat verzinnen voor de axolot. Misschien dat ik nog even wat zand ga smelten. Dat we dan hier aan een aquarium gaan maken. Ik denk dat dat wel leuk is. Plus, de buitenkant moet er nog even veranderen. Want ik zag namelijk bamboeplanken aan de buitenkant. En voor geheime basis moet je natuurlijk niet laten zien dat daar iets zit. En duik je, hoppa! Kijk, dit kun je dus zien uit de Kijk, dit kun je dus zien aan de buitenkant. De bamboeplanken. Hop, dan is dat ook gefixt. Wacht, dan moeten we dit zo doen. Hoppa. Wat we dan gaan doen is we gaan gewoon een klein aquariumpje aan het glas maken. Ik denk dat we dan heel erg leuk de axolot namelijk kunnen zien vliegen. Ik denk dat we dan namelijk heel erg leuk de axolot kunnen zien zwemmen. Plus we kunnen er altijd ook nog wat tropische vissen in doen. Even kijken, dat gaat smelten. Hoppa, dan hebben we dat. Dan moeten we even een plan gaan voorbereiden. Plus, ik moet een hengel maken voor de koe. Wacht, die koe gaan we trouwens even vangen. We gaan alle twee de koeien vangen. Of nou, trouwens, alle twee de koeien vangen. Ik heb best wel trek een keer in een biefstukje in plaats van dat brood. Ik denk dat ik er eentje ga slachten. Hallo? Koetjes, waar zijn jullie? Jullie zullen vast hier ergens zitten. Ja, hoppa. Oké, kom maar mee. Voordat Alex ze vindt. Want Alex mag niet weten dat er hier koeien zijn. Dan kan hij namelijk melk verkopen. Dan kan hij steak verkopen. En jullie moeten nu niet zeggen tegen Alex van... Oh, Santino saboteert je supermarkt. Want hij heeft koeien gestolen. Ik heb niks gestolen. Ik heb ze gevonden. En ik zeg het gewoon niet tegen Alex. Oké, niet kijken. Niet kijken, Betsy. Zo, op. Hoppa. Oh, lekker man. Een steekje. Heerlijk. Kijk, en dan gaan we jou gewoon bewaren. Want jij wordt mijn huisdierkoe. Oh, hij zit er zelf al in. Oh, nou dat is helemaal geweldig. Hoppa. Haha. Dan hebben we dus die koe. Dan moeten we dus alleen nog ervoor zorgen dat ik een name tag kan hebben. En dat is dus door middel van vissen. Alleen, dat is volgens mij echt knijterzeldzaam om een name tag te vissen. Gelukkig heb ik wat cobwebs, dus die gaan we eerst even kapot slaan. Dan kan ik namelijk een hengel maken. Zo, dan hebben we de string. Even kijken. De string, dan als het goed is, moeten we het gewoon zo doen. In een hoekje zo en naar beneden. En inderdaad, dan hebben we hier een vishengel. Oké, eens even kijken. Het is dat namelijk dat zand aan het smelten is, kan ik misschien wel eventjes vissen. Hopelijk dat we een name tag krijgen. En ik denk niet dat het 1, 2, 3 zo heel erg makkelijk is. Ik denk dat ik eigenlijk een enchantment of iets erop moet hebben. Bijvoorbeeld Luck of the Sea, dat zou wel heel erg helpen voor een name tag. Ik zie het niet snel voor me gebeuren dat ik een name tag ga krijgen. En anders zetten we voor nu gewoon even een bordje neer met de naam van de koe op. En ik weet al precies de naam die we de koe gaan geven. Wij gaan hem namelijk Koeman noemen. Ik denk dat dat wel een heel erg leuk idee is om te doen. Gewoon Koeman. Maar ik krijg wel een lilypad al. Volgens mij is dat redelijk zeldzaam. Ik weet het niet. Als ik al een lilypad kan krijgen, dan zou een name tag ook helemaal geen probleem moeten zijn. En weet je wat nou echt heel erg relaxed is? Is dat ik zoveel iron heb dat we gewoon een anvil kunnen maken als we nodig hebben. Want ik moet er namelijk een naam geven natuurlijk. Nou ja, weet je wat? Dit duurt wel echt ontzettend lang op dit moment. Ik heb 5 rauw visjes. Ik heb een lilypad. Dus de kans dat ik een name tag kan vissen, die is aanwezig. Alleen, ik heb gewoon voor nu even geen tijd denk ik om een name tag te gaan fixen. En volgens mij is het glas ook al klaar. Ja, dat is ook al klaar. Oké, weet je wat? Glas panels ervan maken snel. Daar heb ik al eigenlijk al heel erg veel van. Kijk, oké, ik heb er nu 57. Dat is echt meer dan genoeg. Dan gaan we eventjes een hok maken voor de axolot. En ik kan daar ook altijd nog tropische visjes bij doen. Even kijken. Een hok voor de axolotl. We gaan... Oh, nou, dat is al 1 glass panel minder. Zo, even kijken. Eromheen. En ik heb niet genoeg glazen panelen. Ik dacht dat ik echt genoeg glazen panelen zou hebben. Maar oké, dat is dus niet zo. Even wat meer glas maken. Kijk, intussen kunnen we hier ook even het zand een beetje weghalen. Want ik ben namelijk van plan om mijn nieuwe huis hier te bouwen. Ik denk dat dat echt een heel erg leuk plekje is. Is ook vlakbij de koning. Oh god. Oh nee, het onweert weer. Altijd die tropische stormen hier. Kijk, dan halen we dit even weg. Dan halen we deze boom even weg. Dan hebben we veel meer ruimte namelijk om een leuk huisje te bouwen. Oké, eens even kijken. Genoeg glas. Hatsa. En dan doen we dat. Hoppa. Oké, dit zou echt genoeg glas moeten zijn. Dan kan ik die axolot erin doen namelijk. Kijk, en dan is onze kleine aquarium af. Dan gaat hij er volgens mij ook niet uit. Dus ik hoef de bovenkant niet echt per se te doen. Even kijken. Die doen we erin. Wacht even. Hoe doen we dit erin? Zo. Nee! Oh, wacht. Oh, nee. Oké, niet ontsnappen alsjeblieft. Weet je wat? We doen het gewoon zo. Even kijken. Waar zijn mijn glass panels? Hier. Oké, glass panels. Nee, 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 vriend. Nee. Je moet erin. Wacht, erin. Zo dan? Oké. Hoe gaat hij eruit? Kom eens hier, vriend. Je mag niet ontsnappen. Oh, hoe ga ik dit nou weer doen dan? Moet het dan zo? En dat ik dan bijvoorbeeld hier een soort met of bergje plateau ding maak. Ik denk dat dat moet dan. Even kijken. Dat glas moet daar weg. Zo. Die erin. Oh, wacht even. Hij kan ook aan de onderkant natuurlijk weg. Wacht. Als we dit nu gewoon zo doen en dan dit doen, dan zou hij toch gewoon vast moeten zitten. Exlot, even aan de kant. Ik ga bijna dood. Zo. Hop. Oh, oké. Kan ik hier uit? Kan ik eruit? Ik kan er niet uit. Oké. Wacht. Zo. Hop. Exlot, blijf erin. Blijf erin. Dankjewel. Hé. Oké, dan hebben we hem tenminste. Let's go. Het is niet de mooiste Exlot. Hij is een beetje poepbruin, maar dat maakt niet uit. Hij zit in onze kleine aquarium. En ik hoop dat hij in ons aquarium blijft. We kunnen er ook natuurlijk wat tropische vissen in doen, maar ik vind het voor nu wel even prima. Eens even kijken. Dan hebben we nog steeds het probleem dat we natuurlijk wel onze nieuwe huisdier hebben. Alleen, we hebben geen name tag. Dat gaat echt nog wel even duren, denk ik. Als ik ervoor moet vissen namelijk. Oh mijn god, wacht. Daar is die kat. Wacht. Ik heb rauwe kat en zalm. Wacht, ik wil een kat hebben. Ik wil ook die kat hebben. Die kat heeft namelijk die kip vermoord. We gaan die kat ook pakken. Wacht, kan ik nog één visje erbij krijgen? Of wordt het een name tag? Als het een name tag is, is het ook prima. Maar een visje zou ook niet erg zijn. Oké, wacht eventjes. Oh, die kat is daar. Kom eens even hier. Kom eens hier, vriend. Nee, wacht. Niet bewegen. Kom eens hier. Katje. Poesie. Nee, ik wil je eten geven. Hier, kom eens hier. Nee, kom eens hier, jij stinkkat. Oké, wacht. Stop. Hallo? Dus je eet wel één vis en daarna ren je weg. Echt, stinkdier. Kom dan. Echt, wat een vervelend beest is dit, zeg. Ik hoef anders geen kat, hoor. Dat wordt echt vervelend, dit. Nee, loop dan niet weg. Ik heb hem... Wacht, zo. Hop, nog eentje gevoerd. Wacht, kom hier. Eet dit ook. Eet dit visje ook. Val in het water. Val... Wacht, kan ik jou dit geven of wil je alleen zalm? Huh? Nee! Dat beest loopt alleen maar mijn vis op te eten! Huh? En dan heb ik in één keer 4 rauwe kot weer. Huh? Dacht ik aan die kat dat geven? Wacht, die kat staat nog steeds. Hallo? Hallo? Waar is mijn visje in één keer? Nou, dat beest wil het niet. Weet je wat? Vergeet het. Maar ik ben er klaar mee. Ik ga niet de hele tijd achter die kat aanrennen. We gaan gewoon, denk ik, een sign maken. Of tenminste, een sign maken. Ik ga die sign gebruiken die Alex bij mijn huis heeft achtergelaten. Ik ga niet eens mijn eigen resource gebruiken. Gebruik gewoon sign. Hop. Hier woont Santino nu niet meer. Dat begrijp ik ook wel. En dan zetten we erbij hier zo eventjes veel schapen en huisdier. Hoppa. Zo, dan doen we het voor nu eventjes zo. Ik vind het helemaal prima. Ik kan helemaal geen name tag namelijk vissen, denk ik. Of ik ga denk ik gewoon vissen tot aan Alex zijn winkel. Of ik ga gewoon lekker vissen totdat Alex zijn winkel voorbij is. En misschien dat we een name tag krijgen. Nou ja, weet je wat? Ik heb intussen al 2 zalmpjes. Ik heb 6 kots. Ik heb een puffervis schijnbaar gevangen. Dat is ook best wel zeldzaam volgens mij. Ik ga denk ik even kijken hoe het zit met Alex zijn winkel. Ik ben heel erg benieuwd hoe ver hij daar namelijk mee is. En mocht het af zijn, dan moet ik wel eventjes wat geld meenemen om dingen te kopen. Want ik kan natuurlijk niet zonder iets aankomen. Zo, ik neem eventjes mijn geld mee. En laten we eens even kijken hoe ver Alex is met zijn winkel. Is even zo. Wat is dit allemaal? Jemig, wat heeft Alex uit de grond gestampt dan? Hallo? Ik hoor iemand aankomen, maar waar hoor ik die stem vandaan komen? Hé, Santino! Hé, wat heb... Hoe heb je dit uit de grond gestampt? Dit is mijn nieuwe supermarkt. Ja, maar wat is dit groot en blauw? En hoe kom je aan al die materialen? Nou, ik had lapis lazuli gevonden. Dus daarmee kon ik blauwe blokken maken. En toen is dat zo de supermarkt geworden. Wauw. Ik had niet verwacht dat dit zo'n mooie supermarkt zou worden, heel eerlijk gezegd. Dankjewel, Santino. Wil je anders binnenkijken? Ben je de eerste die binnenkomt? Naast mij dan natuurlijk. Nou, ik ben wel heel benieuwd. Ik heb namelijk weer zo'n honger en ik moet je wel teleurstellen. Er zijn geen marshmallows. Maar ik heb wat anders. Nou, dat maakt niet uit. Ik hield sowieso... Ik hoop dat je genoeg centjes mee hebt. Ik bedoel, plezier mee hebt en trek mee hebt. Honger heb ik sowieso. Centjes heb ik sowieso. En... Oh, wacht. Even kijken. Koekjes. 1 iron per... Wat? Per 10? Per 10 koekjes. Per 10 koekjes. Oké. Beetroot. 1 iron per 10 bietjes. Hebben we hier meloen. Een iron per meloen. Je kan ook een meloen kopen. Per meloen, dus dan krijg je een hele meloen. Jeetje, maar kan ik dan ook stukjes meloen kopen of niet? Stukjes meloen kan niet. Ik verkoop ze eigenlijk alleen in hele meloenen. Oh, oké. Dried kelp? Wie eet er nou weer dried kelp voor 2 iron? Nou, ik kan je vertellen, het is best wel lekker hoor. Wil je een stukje? Oh, wacht. Ik ben wel benieuwd. Ik heb dit nog nooit gegeten. Dit is dus helemaal speciaal gekookt met peper eroverheen en zout. Je vindt het niet lekker? Nee, ik vind het droog. Heel droog. En ik krijg nou niet het is ook gedroogde kelp, maar het is goed voor je. Weet je wel niet hoeveel goede stoffen erin zitten, zoals magnesium en dat was het eigenlijk ook wel. Dat begrijp ik, maar ik heb nog steeds heel erg veel honger, Alex. De dried kelp helpt niet echt tegen de honger. Wat vind je dan van een lekker koekje bijvoorbeeld? Maar 1 iron... Oh ja, per 10 koekjes. Oké, ik wil hier, alsjeblieft, 1 iron. Oké, dat is helemaal goed. Dan heb ik voor jou, alsjeblieft, 10 koekjes. Oh, ja, mooi. Oh, lekker. Oh, ik weet niet, dat is lekker, hè? Nom, nom, nom. Oh, oh, ik had zo'n honger. Ik had zo'n honger. Oh jeetje, je eet echt alle koekjes op. Oh. Ik wil ook meedoen. Oh. Koekjes eten. Maar heb je geen wiet te kopen of iets? Ja, dat is nog niet helemaal op voorraad. Ik heb alles uitgegeven aan heel veel koekjes. Oké, weet je wat? Geef me ook maar dan 5 meloenen. 1, 2, 3. Oké, dat is helemaal goed. Komt eraan. Even kijken hoor. Ik heb alleen een hele volle inventory. Die mag dan eventjes weg. Wil je anders al alvast een meloentje om te proeven hebben? Ja, graag. Oh, lekker. Kijk, alsjeblieft. En dan weer er 1, 2, 3, 4 en 5. Kijk, dat is helemaal voor u. Kijk, dankjewel. Hoe kom je aan zoveel meloenen trouwens? Dat hebben we niet over. Oké. Nou, in ieder geval, ik weet tenminste waar ik nu wel mijn eten ga halen. Aangezien ik toch rijk zat ben. Dus ik kan net zo goed gewoon hier dingen gaan kopen. Ik hoef dit steeds zelf te verbouwen. Dat is geweldig, meneer. U bent altijd welkom in mijn geweldige supermarkt. Heel erg bedankt voor het zaken met u doen vandaag. Ja, dankjewel, Alex. En u weet zeker dat u geen blok dried kelp wil hebben. Ik bedoel, ze gaan snel hoor. Ze gaan hard. Nee, het is echt heel vies, droog en het vult niet. Oh ja, trouwens, als koning Panda naar je toe komt en die zegt wat, het komt niet van mij, oké? Koning Panda was wat... Oké, ja. Dankjewel, Alex. Ik zie je snel weer. Ik zal heel snel nieuwe aankopen doen, denk ik hier. Dat is helemaal goed, meneer Santino. Fijne dag nog! Ja, fijne dag! Doei, doei! En daarmee wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Wil je er nog eens zien? Klik dan op de video hiernaast. Maar vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei, doei!